Alright, dus we hebben de hardnoten aangeplant. Zes jaar later heb je oogst. Hè? We zijn nu 10 jaar later. En is dit hier hetgene dat er van valt? Of plukken jullie dat? Dat valt ervan, ja. Dat is... Ikzelf een groei aan trossen. Dit is nog een takje wat er van over is. En dat, ja, dat groeit er dan zo'n beetje zo aan. Hoe moet ik het doen? Zo. Dat is eigenlijk druiven. Ja, het trekt er een beetje op. Meestal een stuk of 6 of 8 van die, van die noten. En net als een gewone walnoot heeft dat een bolster. Ja. En komt daar een... Ja, dit zijn we gewend zo. Dat komt een behoorlijk zwart nootje uit. Ah ja. Beetje vuil, hè? Ja, in het begin zijn we daar heel erg aan gaan schrobben en gaan boenen. En dat duurde uren. En toen dachten we, dat moet toch een makkelijke manier zijn. Op een zeker moment hebben we ze gewoon in de cementmolen. Ja. Met steentjes erbij. En dan een poosje laten draaien met water. En dan wassen ze goed schoon. Okay. Maar het is nogal, het is kleverig spul. Het is een beetje harig ook, merk je wel. En het kan ook wel hard zijn. Nu komen ze er goed uit. Dus we laten ze even liggen, zodat ze goed loskomen. Deze liggen ietsje langer. Deze moet er deze week toch echt wel uit. Wat gebeurt er als hij dat niet doet? Goh, mijn hardnoten, de schaal is heel erg hard. Dus dat, je kan ze wel wat langer zo laten liggen. Maar het is natuurlijk niet... En is het eigenlijk hard? Ik zie het niet graag. Hardnoten of harde noten? Allebei, hè? Want ze zijn hard en ook hardvormig. Ja. En ze zijn inderdaad ook hard. Dat hadden we ons niet zo gerealiseerd toen we bij Martin Crawford waren. Toen vonden ze vooral heel mooi. Ze zijn ook... Moet je kijken wat een mooie noten dat er zijn. Dus de noten hier... Dit is... Nadat je ze in de wasmachine hebt gestopt. Ja, ja. Deze zijn... In de cementmolen. Ja, pas op. Deze zijn... die zijn niet van vorig jaar. Toen hadden we een slechte oogst. Die zijn het jaar daarvoor. Wauw, supermooi. En het zijn inderdaad hele mooie noten. Ja, maar ze zijn moeilijk om te kraken, blijkt. Want wat wil je nou het liefst? Ja, je het mooiste is als hij, zo, als hij mooi in tweeën open gaat. Je breekt je tanden kapot, hè? Ja. Dus, hier heb ik er geloof ik eentje. Nee, waar is dus, hij? Ik zie hier dat je hier een hamer hebt liggen. Ja. Is het de bedoeling dat je dat met de hamer kapot klopt? Ja. Op de naad. Op de naad. En als je goed tikt, op een zeker moment ga je het horen. My harde god, slaan. Het zijn echt heel harde noten. Ja, het is een beetje een gammel tafeltje misschien. Nu hoorde ik hem. Ik heb de... Maar ik zit er nog altijd niet door, hoor. Ah, ja. Jawel, jawel. My god. Nu ga ik ga er ook eentje proberen. Wauw, prachtig. Kijk, die moet toch? Kijk hoe mooi dan die noten zijn. Ah, kijk, nou, gelukkig heb je een mooi nootje. Wauw. En dan wip je hem er zo uit. Oh, je hebt een oh, wauw. Ja, je bent natuurlijk professioneel, hè? Eet smakelijk. Dank je. Oh ja, supermooi. Het leukste is als hij mooi in twee helften openvalt. En ook zeer lekker, hè? Amai. Ja. Romig zijn ze. We zijn bijna beetje lekkerder dan vettig de walnoot. Zo. Hij is wat minder bitter dan een walnoot. Je hebt ook niet dat vlies, hè? Ja, lijkt wat je bij de walnoot wel hebt. Er zit wel een vlies. Ah, je bedoelt het tussenschotje. Mm-hmm. Ja, dat zit er niet in, hè? Het is wel qua... Even kijken hoor. Haha. Kijk, meestal steek ik nog even een mes tussen. Dan wrik je hem open. Kijk, dat is beter. Ja. Maar ja, dat is zoveel moeite om dat open te doen. Ja, je moet dat bijna een euro per noot gaan verkopen. Hè? Ja, dat is wel erg veel. Maar als je ze gekraakt wil, ja, je zal er zelf wat tijd in moeten steken om je noten eruit te halen. Ja. Wel heel lekker. En nadat je dat bijvoorbeeld hebt gepeld, dan kan je gewoon zo opeten als delicatesse. Ja. Maar je kan er dus ook notenmelk van maken. Alles wat je met een okkernoot doet, dat kan je met deze noot dus ook doen. Dus ook notenolie. Notenolie, ja.